deze nieuwe video. Vandaag ga ik weer een keer mijn favorieten met jullie delen en dit keer mijn favoriete lipproducten. Dus als je benieuwd bent welke lipproducten ik graag draag of welke lipstick dit bijvoorbeeld is, dan moet je zeker even blijven kijken. Nou, ik heb vooraf in ieder geval nog even een oproepje voor jullie, want ik wil binnenkort namelijk een video maken waarin jullie bepalen wat voor ooglook ik ga maken. En daarom heb ik deze basic foto gemaakt van een naakt oog als het ware, om aan jullie eigenlijk de opdracht te geven om hier lekker iets creatiefs mee te maken. En de tofste ooglook ga ik natuurlijk uitwerken in een video. Dus ik hoop in ieder geval dat jij een leuke look voor mij kunt maken. Dus die kun je gewoon aanbrengen over deze foto heen. Dat kan via je telefoon. Dat kan uitgeprint en ingescand met stiften, kleurtjes, noem het maar op. Ik geef jullie helemaal de vrijheid voor je eigen creativiteit. Maar ik ben heel erg benieuwd wat eruit gaat komen. En dan natuurlijk een leuke video mee te gaan maken. Nou, we hebben het natuurlijk in deze video echt even over lipproducten. Want naast de oogschaduw is lipproducten toch echt wel iets waarvan ik heel erg hou en waar ik eigenlijk ook niet echt zonder kan. En waar ik ook heel veel van heb. Dus ik vind het echt altijd heel moeilijk om een select groepje lipproducten als favoriet te hebben. Maar ik heb mijn best gedaan om het een beetje te doen. Maar zie de video ook puur als adviezen en tips. Wat eventueel voor jou een leuke toevoeging zou kunnen zijn op je huidige collectie. Maar als je bijvoorbeeld niet zo houdt van echt lipsticks, maar meer van vloeibare lipsticks. Ja, dan moet je ook gewoon lekker blijven bij hetgeen wat jij fijn vindt. Ik hou bijvoorbeeld juist meer van lipsticks. Maar ik heb ook een aantal liquids die ik graag met je wil delen. Nou, om een beetje structuur erin te houden heb ik categorieën gemaakt. En ik begin allereerst met de verzorging. Dus voordat ik überhaupt een kleurtje opdoe, hoe zorg ik ervoor dat mijn lippen mooi verzorgd blijven? En welke producten gebruik ik daarvoor? Nou, momenteel gebruik ik daar 3 producten voor. 2 verschillende lippenbalsams. Ja, is het nodig? Ik weet het niet. Ik vind het zelf gewoon wel fijn. En sinds kort gebruik ik deze lipscrub van Baxum. Die heb ik natuurlijk bij de Douglas besteld en onlangs in een video gebruikt. Het is eigenlijk dus gewoon een soort van lippenbalsem met pitjes erin. En die pitjes zorgen ervoor dat het licht gescrubbed wordt. Vooral door de combinatie van een scrub en een lippenbalsem in één, worden je lippen gewoon mooi verzorgd, mooi glad. En is het de perfecte basis voor een lipstick. En zeker met van die lipsticks die een beetje een dikke textuur hebben en die wel eens een neiging hebben om een beetje te gaan korrelen, dan is dit echt wel een perfecte tool om vooraf te gebruiken. Dus dat is wel een aanrader dat je in ieder geval kan meegeven voor een fijne, milde lipscrub die vooral heel erg lekker compact en makkelijk is. Nou, dan heb ik hier dus 2 lippenbalsams. Je zou kunnen zeggen budget en luxury. Ik heb deze van Lancôme natuurlijk laatst al een keer in de high-end tag laten zien. Maar deze gaat dus zeg maar overal mee door het huis heen, waar ik ook ben, om tussendoor zeg maar op te doen als ik geen make-up op heb. Het is dus een lippenbalsem met mintextract, maar het is vooral erg fijn en zacht en hydraterend op je lippen. En dat mint, dat tintelt natuurlijk ook een beetje, dus ja, ik vind het gewoon een heel fijn lippenbalsem. En hij is absoluut niet goedkoop, want ja, Lancôme is natuurlijk wel echt een luxury brand. Maar toch koop ik hem elke keer weer opnieuw. Dus als jij ook echt van die minty-achtige lipbalms houdt en daar toch wel wat geld aan uit zou willen geven, probeer deze eens. En zeker met Shopping Night bij Douglas is het echt wel een goeie om het een keer te proberen. Ik heb hier nu mijn 3e en ik zou zo weer een nieuwe kopen. En dan degene die ik eigenlijk altijd gebruik voordat ik ga slapen en waar ik ook echt bij zweer al behoorlijke tijd. Dat is Dr. Pau Pau. En Dr. Pau Pau heeft gewoon hele fijne lippenbalsams. In principe kun je deze eigenlijk ook gebruiken voor meerdere dingen. Droge plekjes, lippen, huid, maar ook je nagelriemen bijvoorbeeld. Hij is ook parfumvrij. Dus ja, lang verhaal kort gemaakt. Fijne lippenbalsum, lekker vettig, maar niet plakkerig. Hydrateert echt super goed. En ja, je kan in ieder geval alles uit die tube knijpen. Dus het is ook echt zijn geld waard. Dus ja, dit is ook wel echt een aanrader. En eigenlijk altijd voordat ik ga slapen, doe ik deze nog even gauw op. Ik zou het niet helemaal de ideale lippenbalsum vinden om bijvoorbeeld bij mijn make-up tafel te zetten. Want ik vind hem wel iets te vettig om zeg maar als basis te gebruiken voor een lipstick. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Je hebt de Dr. Pau Pau lipbalms overigens ook met een kleurtje erin. Volgens mij zijn er 3 kleuren verkrijgbaar als ik het goed heb. En dan kun je dus, als je zelf niet zo erg bent van de lipproducten, deze lippenbalsem dragen met een kleurtje erin. Zo ziet het er net even weer wat opgemaakt eruit. Nou, de volgende categorie is lipliners. En ik heb er een heleboel. Ik heb er ook heel veel gekocht de afgelopen tijd. Maar ik heb voor deze video geprobeerd om mijn 4 favorieten te selecteren. En allereerst begin ik met degene die ik momenteel echt super veel gebruik. En dat is mijn I Need a Nude lipliner van Natasha Denona. In de kleur Natasha. Dit is bij far wel echt de meest smoothe en long-wearing lip liner die ik in ieder geval de afgelopen jaren heb geprobeerd. De kleur is heel erg
mooi. Ik had natuurlijk eerst Ilona, maar die vind ik toch eigenlijk ietsje te donker en iets te cool voor de meeste lipkleuren die ik draag. Maar Natasha is voor mij juist echt de perfecte nude kleur. Heel erg smooth, zit dus echt gewoon de hele dag goed. Kleurt bij heel veel lipsticks. Ja, ik ben helemaal fan, dus dit is wel by far echt nummer 1. Dan heb ik ook een hele mooie nieuwe kleur ontdekt van Charlotte Tilbury. Ik heb dus ook de Pillow Talk Medium Iconic Nude. Maar sinds ik deze heb, heb ik eigenlijk alleen nog maar deze gebruikt. En ja, ik vind het ook echt een super mooie kleur. Dit is Love Trap. En die van Charlotte Tilbury zijn net even ietsjes matter, zou ik zeggen, als die van Natasha Denona. Dus ze zijn wel iets stugger, maar daardoor blijven ze juist wel goed zitten. Maar ze trekken wel mooie, strakke lijnen. Dus ja, Love Trap vind ik ook echt wel een hele mooie. Je ziet dat die iets donkerder is als Natasha, maar ook net ietsje rossiger. Dus ja, vooral bij lipkleuren die ik een beetje een extra diepte wil geven aan de liplijn, is Love Trap echt heel erg fijn. En dan heb ik nog een nude liner, maar die heeft een beetje een peachy undertone. En dit is het nieuwe merk Vive. En dit is de kleur Breath. En dit is ook echt een super smooth potlood. Echt heel erg fijn. Serieus wel een underrated product wat mij betreft. Maar deze is dus echt wel een stukje meer peachy. Maar ja, ook dat is iets wat ik mooi vind. En ja, af en toe ook draag. En juist als ik soms lipsticks ietsje te roze vind en ze iets meer nude bruin wil maken, dan is dit dus echt een hele goede lipliner. Omdat die lip, omdat die basis dan zeg maar al ietsje meer peachy is. Maar het fijne is, vaak zijn van die hele peachy lipliners best wel licht. En deze is precies zeg maar de goede tint ten opzichte van de diepte, net als de andere kleuren. En dan heb ik er nog eentje in een rode kleur. Want als ik geen nude of oud roze draag, dan draag ik rood. Dus niet heel vaak. En dat is de laatste tijd ook niet zo heel veel meer geweest. Maar als ik dan een lipliner gebruik, gebruik ik eigenlijk altijd deze. En dit is mijn Morphe lipliner in de kleur Mina. Morphe heeft trouwens overigens echt prima lipliners. Hij is wel echt knalrood, maar dat is precies waar ik van hou. En voor de prijs vind ik die van Morphe dus echt niet verkeerd. Ze zijn ook heel erg lang, dus je doet er ook heel erg lang mee. En het zijn gewoon goede lipliners, goed gepigmenteerd, niet te droog. En ze blijven ook gewoon prima zitten. Ik zou wel durven zeggen dat er betere lipliners zijn, maar voor de prijs zou je Morphe echt een keertje moeten checken. Nou, de volgende categorie, dat zijn de liquid lipsticks. En hier zie je er al een aantal van Huda Beauty. Want de Demi Matte liquid lipsticks, dat zijn wel by far mijn favoriete liquid lipsticks. Ik ben niet zo'n Huda fan zoals de meesten inmiddels weten. Maar dit is wel een van mijn favoriete Huda producten. Waarvan ik echt wel vind dat het weer anders is dan andere liquid lipsticks. Zoals je ziet, ik heb best wel wat kleuren. Mijn moeder heeft er ook een heleboel. Dus ik denk dat we bij elkaar wel aardig zeg maar de gele collectie hebben. Misschien niet elke kleur, maar misschien dat we er twee niet hebben, bij wijze van spreken. Dus dit zijn er best wel veel. Ik zal mijn favorieten eventjes benoemen en even swatchen. Maar zoals je ziet zijn het vooral ja, oud roze, peachy en nude kleuren. En een rode. Ik denk dat ik wel durf te zeggen dat Mogul mijn absolute favoriet is. Want die is niet te donker en niet te licht. En heeft een mooie ja, nude oud roze kleur. En ze zijn echt een beetje een soort van, ja, ze hebben een beetje een latex-achtige look. Want ja, ze heten natuurlijk de Demi Mattes. Maar mat vind ik het zeker niet. Tenzij je ze afhapt of ze afpoederen, dan kunnen ze wel echt mat zijn. Maar ze houden altijd een beetje die glow die erin zit. Daardoor blijft het ook comfortabel gedurende de dag. En blijft ze gewoon heel goed zitten. Maar wat ik heel fijn vind bij deze is dat ze niet te dik zijn. En dat is wel op zich een unieke eigenschap van zo'n liquid lipstick. En ik hou gewoon niet van de matte liptrend. Ik ben er echt wel behoorlijk uit. Als alles wat hier ligt is eigenlijk ook niet echt mat. Dan is dit zeg maar ja, het meest wat daar ook bij aansluit qua liquid lipsticks. Want wat ik net al zei, ik ben niet zo heel erg van de liquids meer. Dat is voor mij zeg maar echt wel een beetje geweest. Maar deze blijf ik echt heel fijn vinden. Feminist is ook een hele mooie kleur. Die is net even ietsjes lichter. En heeft meer een beetje een, ja, een peachy-achtige ondertoon. Soms vind ik Mogul iets te donker voor een bepaalde look. En dan ga ik vaak voor Feminist. Die is net ietsje lichter en een iets subtielere kleur. Dan heb ik hier verder nog Cheerio. Dat is een beetje een peachy kleur. Die vind ik soms iets te oranje, maar ook op zich een mooie kleur, juist als je wat van warmere nudes houdt. En dan heb ik hier nog een Game Changer. En dit is een hele frisse, beetje, jij noemt dat een beetje spring color. Dus als je daarvan houdt, is Game Changer ook heel erg mooi. En de rode rakker hier, dat is Boy Collector. En ja, een goede rode liquid lipstick is natuurlijk ook nooit verkeerd. En omdat ik dus zo fan ben van deze lipsticks, heb ik hem dus ook in het rood gekocht. En dat is ook echt wel een baksteenrode kleur. Dus ja, Boy Collector is ook absoluut wel heel erg mooi.
als we het dan hebben over de langhoudendheid, vooral bij rode lipsticks, dan is dit niet per se mijn favoriet. Want hij loopt wel een beetje uit als je hem niet goed inkleurt met de lipliner. Dan heeft deze wel de neiging, vooral die rode, om een beetje in de lijntjes te gaan lopen. Dus dat zeg ik er wel eerlijk bij. Als ik echt wil dat deze lipstick de hele dag blijft zitten, dan moet ik er wel echt voor zorgen dat ik een goede lipliner eronder heb. Soms zelfs een lip primer. Dan doet hij het goed. En anders kan ik beter voor een andere rode lipstick gaan. Als ik echt wil dat hij de hele dag blijft zitten. Nou, dan heb ik nog twee andere liquid lipsticks. Ik heb hier ook nog een rode. Dit is eigenlijk mijn favoriete rode lipstick qua kleur, want hij is echt knal en knalrood. Maar ik vind dit ook sowieso wel een hele fijne formule. Ik heb nog een kleur hiervan. En dit is de Giorgio Armani Lip Maestro. En zeker naast Boy Collector zul je zien dat deze nog feller is. En het fijne van deze formule is dat hij een beetje een soort van moesige substantie heeft. Kijk, ik denk dat je het wel ziet. Eigenlijk is Boy Collector best donker. En is deze, dit is overigens nummertje Red 408... is zelfs nog feller. En deze is, ja, doordat het dus een beetje een moesige substantie is, blijft dit ook echt goed zitten. Maar hij houdt zeg maar een beetje die glow. Alleen het is weer anders als zeg maar die Demi Matte, als je begrijpt wat ik bedoel. Want die Demi Matte zijn best wel heel erg, ja, glimmend. En deze is wat subtieler, wat moesiger. En daardoor wordt het ietsje meer satijnachtig. Maar alsnog heel erg fijn. Ik denk dat ik er ook misschien nog een keer echt een beetje een nude kleur van wil hebben. Ik heb er ook een beetje een roze kleur van. Maar die vind ik soms weer net iets te roze. Die heb ik dan bijvoorbeeld online gekocht en denk naderhand van, ah, was misschien toch iets te roze. Dan had ik beter in het echt even kunnen gaan bekijken. En de laatste liquid lipstick heeft ook echt mijn hart gestolen. Dat is deze van Linda Halber Cosmetics. En dit is de Latex Fever liquid lipstick. En ik heb hier de kleur Dusty Pink. Die heb je in drie kleuren. En dit is zeg maar de meest nude kleur. Ik wil eigenlijk ook nog steeds een keer de rode kopen. Maar dat heb ik nog steeds niet gedaan. Omdat ik, ja, al rode lipsticks heb. Maar ik denk als ik binnenkort weer ga opruimen en ik doe weer een hoop weg, dan denk ik dat ik die andere nog wel een keer in het rood ga halen. Dit is niet hoe dat de applicator eruit ziet. Die werkt heel erg fijn. Ik vind de kleur vooral ook erg mooi. Maar de formule is best wel uniek. Want op het moment dat je dit goed laat opdrogen, dan blijft die echt heel erg goed zitten. En ja, de kleur is flatteus, de formule is fijn. Het is ja, latexachtige formule, dus het is ook weer lekker glanzend. Ja, ik kan het niet uitleggen, je moet het gewoon zelf ervaren. Maar ik vind dit echt een hele fijne liquid lipstick. En als ik echt een lipstick wil hebben die bijvoorbeeld naar kantoor kan opdoen, die goed blijft zitten gedurende de dag, dan werkt deze ook heel erg fijn. Maaltijden overleven, dat doet hij niet helemaal. En dat komt omdat hij natuurlijk niet mat is. Dus op een gegeven moment gaat die glans eraf en dan loopt hij een beetje uit. Maar ik denk dat dat op zich ook geen verrassing is. Maar dat is dan weer het nadeel van een niet matte lipstick. Die worden uiteindelijk op een gegeven moment natuurlijk wel wat minder zichtbaar op de lippen. Maar hij slijt wel mooi op de een of andere manier gedurende de dag. Dus ja, ik vind dit ook wel een grote favoriet. Wat mij betreft mogen hier nog wel meer kleuren van uitkomen. Als je dan op mijn hand kijkt, hebben ze allemaal een beetje dezelfde look en feel. Alleen die Lip Maestro van Giorgio Armani is dus wat iets minder glowy. Maar ze hebben allemaal dus echt wel een, ja, glossy-achtige finish. Dus ook al zijn het liquid lipsticks, dit is waar ik dan van hou qua finish. Als ik je nog een advies mag geven voor een hele goede matte liquid lipstick, dan vind ik de Stana Lip Paint van Fenty Beauty nog steeds wel heel erg fijn. Ook de rode kleur daarvan, Uncensored, dat is echt wel een ja, goede matte rode lipstick die echt wel heel goed blijft zitten. Alleen ik vind het gewoon minder comfortabel op de lippen. Dus daarom is het niet een favoriet van mij. Nou, dan heb ik van lipsticks twee categorieën gemaakt. Geloof het of niet, lipbalmachtige lipsticks. Dat is natuurlijk echt best wel een beetje een trend die we nu zien. Dus een beetje die sheer toned lipsticks wil ik ook graag laten zien. En gewoon de normale lipsticks. Dus ik begin even met de balms. Ik begin allereerst met deze prachtige lipstick van Guerlain. Dit is dus de Rouge G lipstick. Maar dit is dus de sheer formule. Ja, weet je, die hulzen zijn natuurlijk echt prachtig. Maar de lipsticks op zichzelf zijn ook gewoon heel erg fijn. En deze sheer formule heeft ja, een soort van glittertje erin zitten. Waardoor het een beetje meer een soort van balmachtige lipstick wordt. Maar hij is wel echt heel erg mooi. En elke keer weer als ik deze op heb, krijg ik complimentjes. Hij zit gewoon fijn gedurende de dag. Ja, als je gewoon echt houdt van een beetje die My Lips But Better look, dan is dit echt wel een hele mooie kleur. Ja, het is natuurlijk wel echt een luxury product. Sowieso omdat je natuurlijk de huls apart koopt. Maar ik vind hem wel echt heel erg mooi. Dus dit is wel echt een favoriet die ik graag draag. Zeker bij looks die net even ietsje koeler zijn, is dit mooi in balans omdat hij het net even ietsjes opwarmt eigenlijk. Dan heb ik hier ook eentje van Pat McGrath. Die zit nog heel erg leuk in het doosje. En dit was eigenlijk meer een beetje zo'n aankoop van Douglas had op dat moment net Pat McGrath in het assortiment. En ik moest dat gewoon even bekijken. Was het wel helemaal echt? Kwam het ook echt helemaal goed binnen? Ik was gewoon zo
verbaasd dat het kon, zeg maar. Dus deze heb ik toen gekocht bij de Douglas. En is eigenlijk best wel een favoriet geworden. Dit is de Lip Fetish Sheer Color Lip Balm. En dit is Flash Tree. En dat is echt een hele mooie, beetje bruin-rode kleur. Echt wel gepigmenteerd. Formule is heel fijn, maar ja, het is ook echt gewoon een hele mooie kleur. En zeker bij looks die ik wat meer, zeg maar, een beetje zo'n ooglook als dit, zou ik echt heel snel zo'n kleur opdoen. En dan bijvoorbeeld met het lippotlood Love Trap van Charlotte Tilbury. Love it. Prachtige verpakking, fijne formule, hele goede kleur. Dus deze als goed is ook gewoon online te koop bij de Douglas. Dan heb ik er nog twee. Allereerst eentje van Charlotte Tilbury. Dit is de nieuwe Happy Kiss lipstick en ik heb hier de kleur Pillow Talk. Nou, de verpakking, daar ga ik het maar niet meer over hebben. Dat is nog steeds niet mijn favoriet, maar ik vind de lipstick wel echt heel erg fijn. Ik draag hem veel, ik vind de kleur heel erg mooi. Dat is dus Pillow Talk. Ja, de formule is gewoon zo glossy, dat het alsof het lijkt of ik een lipgloss over deze lipstick heb zitten. En daarom is het gewoon een perfecte, ja, balmy-achtige, makkelijke lipstick die ik gewoon heel vaak draag. En ja, ik zou deze, als deze opgaat, best wel opnieuw kopen. Maar mochten ze in de tussentijd de verpakking upgraden, van mij mag het. En dan heb ik nog de Fantastic van Linda Halber Cosmetics. Die heb je inmiddels ook in 8 kleuren, geloof ik. Dus best wel veel. Maar ik vind Pink Opal nog steeds het mooiste. En die draag ik ook gewoon het meest. Ja, verrassend natuurlijk, weer zo'n oud roze kleur. Maar deze is gewoon echt heel fijn. En het ja, opvallende van deze ten opzichte van de andere is dat deze iets minder glossy is. Maar wel heel smooth. En ook heel erg mooi is om als blush te gebruiken bijvoorbeeld. Dus ja, Pink Opal is ook wel echt een favoriet. En deze neem ik ook heel erg snel mee in mijn tas. Omdat hij ook gewoon zo lekker dun is en makkelijk mee te nemen. Of op vakantie of iets vind ik het ook altijd ideaal. Dus dit is ook wel een ja, favoriet om, zeg maar, mee te nemen ergens naartoe. Dus ja, dit zijn alle lipbalmachtige lipsticks. En als je dan kijkt naar het verschil, is die van Guerlain voornamelijk wat minder, ja, glanzend. In de zin van niet glossy, maar vooral een beetje glitterig. En de rest is wat vettiger. Dus echt meer een beetje balmy-achtig. Maar vind ik ook gewoon heel erg fijn. Dan de gewone lipsticks. En dit vond ik echt wel heel erg lastig. Want omdat ik dus zoveel lipsticks heb, probeer ik eigenlijk iedere dag wel een keer wat anders op te doen. En dan is een favoriete lipstick kiezen best wel heel erg lastig. Ik heb in ieder geval een paar gekozen die ik heel erg mooi vind. Maar dat betekent niet dat ik andere lipsticks in mijn collectie niet fijn vind. Maar dit zijn dan gewoon kleuren die ik wat vaker draag. Nou, mijn Rouge G lipstick natuurlijk van Guerlain. Die heeft gewoon een speciaal plekje in mijn hart. Die heb ik met kerst gekregen. Was de eerste keer dat ik deze lipsticks probeerde. En ik vind dit ook nog steeds echt een hele mooie kleur. En het fijne hiervan is dat hij gewoon een hele fijne formule heeft. Maar de kleur is gewoon heel erg lekker fris. Het voelt fijn op de lippen. Blijft goed zitten gedurende de dag. En ja, het is gewoon een plaatje om naar te kijken. Dus dit is toch ook wel een van mijn favoriete lipsticks. Dan mijn favoriete lipstick van Pat McGrath. Dan denk ik dat ik ga voor deze. Ik heb er natuurlijk best wel veel inmiddels. Ik heb ze laatst natuurlijk in de sale best wel goed gescoord. Maar ik vind 1995 toch wel echt ook een hele mooie kleur. Dit is een van de weinige matte lipsticks. Maar wat ik bij die van Pat eigenlijk altijd doe, is dat ik daar een gloss overheen doe. Maar ik vind dit wel echt een hele mooie nude kleur. Ze zijn heel erg smooth op de lippen, maar ook super gepigmenteerd. Hij lijkt zo op het eerste gezicht een beetje een soort van grijze ondertoon te hebben. Maar dat is met die lipsticks van Pat, op het moment dat je ze dus meer, ja, vervaagt, zeg maar. Dan krijgen ze dus meer de echte kleur. Dus op het moment dat je ze dus te dik aanbrengt, dus omdat ze juist zo gepigmenteerd zijn, dan wordt het soms iets too much. Maar ja, als je dus gewoon normaal de lippen aanbrengt, dan is dit dus hoe 1995 eruit ziet. En dat is echt precies waar ik van hou. Ik durf wel te zeggen dat Pat wel echt een van de meest dekkende lipsticks heeft die ik in ieder geval in mijn collectie heb. En volgens mij zijn niet alle kleuren van de Mad Trends lipsticks verkrijgbaar bij Douglas, maar best wel een aantal. En 1995 als het goed is ook. Stiekem ben ik net iets meer fan van de Luxe Trends lipsticks van Pat, maar ik heb ze zo'n idee dat die collectie eruit gaat, want ik zie ze bijna niet meer voorbij komen. Nou, daarnaast ben ik fan van de lipsticks van Charlotte Tilbury. Ja, ik denk dat dit geen verrassing is, maar Pillow Talk is echt een klassieker en ook ik ben fan. Is wel weer een matte lipstick, maar dit is dus ook iets waar ik dan een gloss overheen draag. Maar Pillow Talk is ook echt wel een hele mooie kleur. Hij lijkt overigens ook best wel op 1995, maar hij is net ietsje meer oud roze. 1995 is net ietsje frisser. Maar dit blijft echt een klassieker. En dan heb ik inmiddels toch best wel aardig wat lipsticks van Charlotte Tilbury. Maar deze drie zijn momenteel wel echt mijn favoriet. Nou, zal ik in ieder geval even verklappen wat ik nu op heb. En dat is de kleur Super Nude. Die kwam uit met de Holiday collectie. En op het eerste gezicht op de website had ik zoiets van, nee, dit is waarschijnlijk veel te peachy en licht voor mij. En toen kwam die binnen en toen dacht ik, jij bent echt de perfecte nude kleur. En zo zie je maar, ik vind het echt een hele mooie kleur. Ik heb er nu overigens ook geen lipgloss of iets overheen zitten. Dus dit is echt hoe de lipstick eruit ziet. En wat mij betreft is het de perfecte, iets spannendere nude kleur. En is hij niet ook zo roze. Maar ja, perfect om, zeg maar, een mooie nude kleur te zijn.
Ik vind de kissing formule van Charlotte ook stiekem wel het fijnst. En daar heb ik ook het meeste van. De Super Nude valt wel echt onder een van mijn favoriete Charlotte Tilbury lipsticks. Dan heb ik van dezelfde collectie nog Super Starlet. En ja, is ook een rode kleur. Maar is net even een wat diepere rode lipstick. En ja, heeft echt een beetje zo'n Spaans tintje. Als ik dit zie, dan moet ik altijd denken aan van die rode lipstick. Wat vaak danseressen dragen die tango dansen bijvoorbeeld. Dat is echt zo'n kleur zoals dit. Maar wel echt onwijs mooi. Ik zal hem even hier swatchen. En als ik dan iets van een wat spannendere, rode, beetje sexy kleine kleur op wil, dan is Super Starlet absoluut de kleur die ik gebruik. Dus ja, dit is ook echt nog steeds een grote favoriet. Vooral als ik deze op heb en dan bijvoorbeeld mijn haar in een knot of zo, dan heb ik echt een beetje zo'n Snow White feeling. Omdat je huid natuurlijk dan wat, ja, wat meer opvalt en wat bleker lijkt. En dan zo'n donkerrode lipkleur. Echt super gaaf. En dan heb ik een nieuwe favoriet van de collectie die onlangs uitkwam. En dat is Nude Romance. Is ook een kissing lipstick in een prachtige huls. Dit is echt wel een van de mooiste lipstick hulsen van Charlotte. En Nude Romance was eigenlijk net als met Super Nude. Op het eerste gezicht dacht ik van, nah, ik weet niet of dat helemaal mijn lipkleur is. Maar ja, ik vind hem echt wel heel erg gaaf. En hij is best wel heel erg peach vergeleken met de rest wat ik draag. Maar wat ik best wel veel van oud roze lippotloden hou, ja, is dat weer precies de perfecte mix. En vooral als je Nude Romance een beetje vervaagt, dan zie je dus echt wel een beetje die warmte. Maar dan wordt hij ook net even wat subtieler. Dus dat hele oranje, dat is dan een beetje weg. En het is gewoon een hele mooie frisse kleur. Dus ja, Nude Romance is ook echt wel een favoriet. Dus qua favoriete lipsticks, ja, gaat het echt wel een beetje die oud roze kant op. Maar af en toe een beetje peach of een hele donkere lipstick, hou ik ook wel van. En dan de laatste categorie, dat is lipgloss. Nou, ik heb natuurlijk laatst mijn stashvideo, mijn allereerste stashvideo met jullie teruggekeken. En toen kon je wel zien dat ik absoluut een lipglossmeisje ben. Dat ben ik nog steeds, maar dan nu in combinatie met lipsticks. En ik hou van hele andere lipglossjes als wat ik vroeger mooi vond. Ik hou tegenwoordig meer van een beetje dezelfde tint als de lipstick die ik draag. En ik vind het heel erg mooi als ze een beetje een speciaal effect erin hebben. Dus dat zal je ook zien in deze lipglossjes. Ik begin even met deze van House Laboratories. Want op welke lipstick ik deze ook draag, dit is zo'n mooie gloss. Ik ben echt helemaal verliefd op deze kleur. Dit is Perfect Illusion van House Laboratories. En ik vind dit sowieso hele fijne glossjes. Ik hou er wel van als ze een beetje wat dikker zijn, wat dekkender zijn. En dat is deze. Maar de kleur is gewoon echt perfect. Het is een wat koelere roze bruin tint, maar hij flatteert bij zoveel lipsticks. Echt prachtig. Dus ja, dit is, ik heb volgens mij 4 glossjes van House Laboratories. Maar dit is bij far wel echt mijn favoriet, sowieso qua kleur. Dan ben ik ook heel erg dol op de glossjes van Pat McGrath. En dit is eigenlijk wel mijn favoriet, maar ik heb er meerdere. Dit is Sunset Rose. En ja, de formule is gewoon heel erg fijn. Maar wat Sunset Rose heel erg mooi heeft, is dat het een hele mooie oude roze kleur is met een soort van gouden sheen. En ja, is ook echt super mooi op de lippen. Dus ja, Sunset Rose is wel echt mijn favoriete gloss van Pat. Maar ik vind ze überhaupt qua formule sowieso gewoon heel erg fijn. En ze hebben ook echt zoveel kleuren. Is echt voor ieder wat wils. Maar ja, ook Charlotte Tilbury heeft hele fijne lipglossjes. Ik ben onder andere heel erg fan van deze. En dit is de Collagen Lip Bath. En dit is de kleur Pillow Talk. Ik heb ook de andere twee kleuren. Maar ik neig het meest altijd naar deze. En ja, deze hebben een beetje een plumping effect. Dus een beetje zo'n minty touch. Nou, ik vind mint überhaupt gewoon fris op mijn lippen. Dus ik hou er wel van. De kleur is niet per se heel erg bijzonder. Maar het is meer het effect op de lippen wat ik gewoon heel erg fijn vind. En ja, lekker fris. Dit is in ieder geval de kleur Pillow Talk. En deze is ja, gewoon perfect ook aansluitend bij de Pillow Talk lipstick natuurlijk. Dus deze draag ik ook heel erg graag in combinatie met de Pillow Talk lipstick. En dan is er onlangs ook een nieuwe variant van de glossjes van Charlotte uitgekomen. En dat zijn de Jewel Lips. Daarvan heb ik ook de kleur Pillow Talk. Heel verrassend. Vind ik echt een hele mooie kleur. Ik vind de gloss ook gewoon fijn. Het is net even ietsjes ja, glitteriger. Maar niet dat je dat voelt te zitten of dat het als vervelend wordt ervaren. En ze zijn best wel gepigmenteerd. En ik heb daar ook van deze kleur. En dit is de kleur Champagne Diamonds. En op het eerste gezicht zou ik dit nooit kopen. Toen die binnenkwam dacht ik ook echt van, ik weet niet of ik dit wel heel flatteus vind, maar bijvoorbeeld over Super Nude heen bijvoorbeeld, ach, is echt zo gaaf. Is echt een beetje een bronzy goddess-achtig kleurtje. En daardoor is die gewoon heel erg mooi in combinatie met een ja, wat bruinere nude kleur.
En ja, draag ik deze ook best wel heel erg graag. Dus deze heb ik nog niet zo heel erg lang, maar zijn in korte tijd wel echt favoriet geworden. Dus ja, qua gloss kun je wel zeggen dat ik echt wel een beetje van dezelfde tinten hou. Maar ik vind het dus vooral mooi als ze gewoon lekker heel erg glossy zijn. Een bepaald glittertje erin hebben, waardoor ze gewoon heel erg leuk te combineren zijn. En wat ik vroeger veel deed is echt lipgloss op zichzelf dragen. Dus hele gepigmenteerde kleurtjes die dan echt een wat feller kleurtje hadden, gewoon op zichzelf dragen. En tegenwoordig doe ik dat eigenlijk nog weinig. Het is altijd wel of in combinatie met alleen een lipliner. Maar meestal is het vaak in combinatie met een lipstick en dan vaak een matte lipstick. Nou, dit zijn in ieder geval mijn favorieten van dit moment qua lipproducten. Zoals ik al zei, ik heb onwijs veel lipproducten. Qua kleur ben ik natuurlijk echt gewoon het oud-roze meisje, de Pillow Talk Girl noem ik het ook altijd wel qua tint. Maar ook een beetje zo'n bruine nude kleur, een beetje met peachy combineren. Af en toe een lekker rood lipje. Kan ik ook heel erg waarderen. Dus ik vind het ook leuk om te zien hoe mijn smaak daarin met de jaren is veranderd. Ik hoop in ieder geval dat je het leuk vond om met mij eens even door deze producten heen te gaan en hopelijk heb ik jou weer wat nieuwe aanraders kunnen laten zien. Vond je het nou weer een leuke video en ben jij ook zo dol op lipproducten? Doe dan zeker even je duimpje omhoog. En laat me ook zeker weten beneden in de reacties wat jouw favoriete lipproducten zijn en welke ik ook echt nog een keertje moet proberen. Want ik ben wel heel erg benieuwd wat jullie favorieten zijn. Mocht je nog niet geabonneerd zijn op mijn kanaal, dat kun je doen door op de rode abonneerknop te rammen onder deze video. Dan word je ook gezellig lid van de Sharkademy familie. Dat zou ik natuurlijk super leuk vinden. Wil ik jullie weer ontzettend bedanken voor het kijken naar deze video. En dan zie ik je heel graag zondag weer met een nieuwe video. Tot zondag! Doei!